de medische verbruiksartikelen die de medische sector nodig had voor de vakgroep anesthesiologie zijn aangekomen in Suriname, bevestigde minister Amaramadin van Volksgezondheid vandaag tegenover journalisten. De minister merkt op dat er snel is ingespeeld op de problemen die er waren binnen de vakgroep door een beroep te doen op partnerlanden. Het BGVS die is de verantwoordelijke voor de import. En u weet, het gaat om verdovende middelen, et cetera. Dus er zijn daarvoor speciale voorzieningen. De ziekenhuizen hebben ook afgelopen week zeker 2 maal meetings gehad met de ziekenhuisraad. En er zijn afspraken gemaakt. Dus het BGVS is de contactpersoon. U kunt ook zeker de directeur van BGVS in deze contacten. Omdat er zijn afspraken landelijk gemaakt. Dus ziekenhuizen hebben wij gevraagd om een overzicht te geven van de kwartaalbehoeften van anesthesiemiddelen. En er is dus nog een meeting gepland met de anesthesiologen ook. Om hier goede afspraken over te maken dat we niet weer in deze situatie geraken. Verder moet ik aangeven dat dat niet alleen geldt voor anesthesiemiddelen. Wat de gedachte is nu, is dat wij in principe een top 10 tot top 15 lijst moeten gaan maken. Voor de meest essentiële middelen die nodig zijn in de ziekenhuiszorg. De minister merkt ook op dat er voor het maken van een lijst landelijk afspraken gemaakt moeten worden. De kosten voor de verbruiksartikelen zijn opgenomen in de lichtdagtarieven. En als je kijkt naar de tarieven, de prijzen van medicijnen, die internationaal ook en ook door die koersontwikkeling zijn gestegen, dan kom je er niet onderuit dat je in principe naar een model moet gaan waar je essentiële middelen uit het lichtdagtarief moet halen. En dat is ook die trend waar we naartoe gaan. In elk geval, er is goed overleg met de ziekenhuisraad, BGVS en de specialisten. We hebben aangegeven, dat was vorige week nog het geval, dat de ziekenhuizen goed bevoorraad waren. En er is een coördinatiemechanisme vanuit BGVS, ziekenhuizen weten hoe ze een beroep kunnen doen op de bevoorrading. Dus dat is de update. Het ging om een schaarste van een aantal goederen, aldus Ramadin.